Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag duurt iets langer dan gebruikelijk en gaat over kunstmatige intelligentie. De vraag die ik niet ga beantwoorden is hoe bang we voor AI moeten zijn. Ik ga proberen uit te leggen wat het is en wat er is en hoe het ontstaan is. Het is sowieso lastig te voorspellen of een ontwikkeling gevaarlijk is of niet. Elke nieuwe techniek kun je op een goede manier gebruiken en op een kwaaie manier. Maar tegelijk, als je twee tegenstanders hebt in de natuur, in de tropen en het zonder verdere middelen, en het ene kamp beschikt over zeep en het andere niet, dan is de club die zeep heeft waarschijnlijk toch in het voordeel, omdat ze minder snel ziek zullen worden. Ik bedoel zoiets simpels als zeep. Je hoort nu heel brede verhalen over kunstmatige intelligentie. Het zou sinds de jaren 50 bestaan, et cetera. De eerste tijd dat er hoopvol naar gekeken werd en dat gedacht werd dat het tussen aanhalingstekens binnenkort op grote schaal gebruikt zou kunnen worden, dat was in de jaren 80. Ze dachten toen dat er binnen 10 jaar wel een machine zou zijn die aan de Turing-test zou kunnen voldoen. Nou, dat bleek bij lange na niet te kloppen. De laatste 5 of 6 jaren zijn na een periode van stilstand de ontwikkeling eigenlijk ineens heel erg snel gegaan. Een van de eerste wetenschappers die kunstmatige intelligentie voorzag was net na de Tweede Wereldoorlog de Britse codebreker uit die oorlog, Alan Turing. Naar Turing is de zogenaamde Turing-machine vernoemd. De Turing-machine is een experimentele opstelling waarbij een mens achter bijvoorbeeld een scherm en een toetsenbord geplaatst wordt. Hij mag aan de machine alles vragen dat hem in gedachten schiet en als hij op basis van de antwoorden niet kan vaststellen of degene aan de andere kant van de computer een computer is of een mens, dan voldoet het apparaat aan de Turing-test. Dit soort machines, wanneer ze in volle omvang werkelijkheid worden, roepen overigens nog een aardig aantal ethische vragen op. Voor sommige mensen ook onverwachte. Hoewel mensen uit religieuze overwegingen ook wel stellen dat zoiets niet kan, je kunt niet uitsluiten dat het op een gegeven moment mogelijk wordt om in zo'n machine een ziel te programmeren. Ja, wel echt een ziel. Of in plaats ervan een machine te maken die niet alleen aan de Turing-test voldoet, maar waarbij je dus ook niet kunt vaststellen of er sprake is van een ziel in de machine. De ethische vraag die dan opkomt is of het uitschakelen van die machine in het geval dat die ziel er is niet gelijk staat aan moord. Maar goed, alle enge toekomstscenario's waarvan nu nog helemaal niet duidelijk is of het ook echt mogelijk is, even opzij. Kunstmatige intelligentie in de jaren 80 bestond eigenlijk uit 3 fundamenten, 3 zaken. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Het verschil is wel dat er nu meer ervaring mee is. Er is meer rekenkracht, meer opslagcapaciteit en bovenal is er heel veel meer informatie waarmee je de systemen kunt voeden. En er zijn manieren gevonden om die enorme hoeveelheid gegevens die er zijn zodanig te raffineren dat de programma's er iets mee kunnen dat niet onzinnig is. In principe waren er in de jaren 80 dus 3 dingen. Het eerste waren zogenaamde kennissystemen, expertsystemen genaamd. Deze kwamen in het begin jaren 80 voort uit de olieindustrie. Er is kennis die je kunt leren en er is intuïtieve kennis die je uitsluitend krijgt door dingen vaak te doen, CQ, er heel veel mee bezig te zijn. Grote olieinstallaties op zee zijn zeer gecompliceerd. Het oplossen van problemen daarmee is extreem ingewikkeld. De grote oliebedrijven van die tijd hadden vaak maar een handvol experts die problemen met die installaties heel snel konden oplossen. En dat was erg belangrijk, want elke dag dat de installatie niet kan werken kost vele miljoenen. Die experts die vlogen dus met een helikopter naar zo'n eiland of met zware zeegang met een boot. Maar werken in de industrie en in het zwaar weer vliegen met een helikopter of met een boot in dat zware weer varen is een gevaarlijk beroep. En het risico was dat het omkomen van 2 van deze mensen per jaar binnen een bedrijf wel eens het faillissement van zo'n heel groot bedrijf kon betekenen. Om dat te voorkomen is geprobeerd om de kennis van zo'n expert, kennis die heel smal is en over een heel klein segment van een onderwerp, maar wel heel diep, in een computer te stoppen. Dat gebeurde door een team van informatieanalisten. Dit soort expertsystemen zijn vervolgens sinds begin jaren 80 gebruikt. Voorwaarde was dat de kennis vooral heel smal was en heel diep. Kenmerk van de huidige AI is dat de kennis juist heel breed is, maar ook heel diep. Dat was met de AI van de jaren 80 nog niet mogelijk. Opslagcapaciteit, rekencapaciteit, wat ik net al noemde. Deze kennissystemen zijn het eerste type AI dat er is. Het tweede type zijn systemen die zelflerend zijn. Dit zijn systemen waar de informatie niet in de eerste plaats door menselijke informatieanalisten ingestopt wordt, maar die desnoods door vallen en opstaan zelf leren en na een gemaakte fout die fout niet snel opnieuw zullen maken of in elk geval niet op dezelfde manier.
Het derde type zijn zogenaamde neurale netwerken. Dit type komt voort uit de lancering van de zogenaamde Landsat-satellieten eind jaren 70, als ik me niet vergis. Dit waren een aantal zogenaamde aardobservatiesatellieten die hoge resolutiebeelden maakten van het aardoppervlak. Deze beelden werden op aarde door mensen bewerkt om ze geschikt te maken voor verschillende branches die de bewerkte foto's voor bedragen van $80 per stuk of zo kochten. In eerste instantie waren de foto's duurder en waren het vooral clubs met veel geld die ze kochten. Maar uiteindelijk vonden ze op grote schaal aftrek. Een grote groep gebruikers waren boeren die op basis van de beelden konden zien of ze met bijvoorbeeld bemesting van hun land effectief genoeg waren geweest. En ook de voortgang en de groei van de gewassen konden mee worden gemonitord. De beelden waren zodanig succesvol en populair dat NASA op een gegeven moment enkele tienduizenden mensen moest inzetten voor het bewerken steeds van die beelden. Gepoogd werd vervolgens om die beelden automatisch te bewerken. Dat ging echter niet met de bestaande software. Bij neurale netwerken is er sprake van een zeer groot aantal autonome kleine programma's die zijn gekopieerd van menselijke of dierlijke hersencellen. Alleen qua werking. Er is zeg maar van de werking van de menselijke of dierlijke breinen afgekeken hoe die werken. Neurale netwerken zijn sinds begin jaren 80 ingezet voor militaire beeldanalyse en voor aardobservatiedoeleinden. Als je nu kijkt naar de huidige ontwikkelingen, dan zie je dat iets als ChatGPT het meest lijkt op de expertsystemen uit de jaren 80. ChatGPT heeft geen of weinig zelflerende aspecten. Alle informatie is er ingestopt door mensen. Zelfrijdende auto's daarentegen maken veelvuldig gebruik van neurale netwerken om te weten te komen hoe hun omgeving van dat moment eruit ziet. Zelflerende aspecten zul je zowel bij systemen die op ChatGPT lijken zien, als ook bij zelfrijdende auto's, zeker als we wat verder in de ontwikkeling zijn. Dit is in een notendop de AI waar nu zoveel over te doen is. AI zit in veel dingen, bijvoorbeeld in de timeline van je sociale media. Maar er gaan ook veel dingen mis. De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is behalve een flinke dosis ambtelijke rechtlijnigheid, misschien ook wel kwaadaardige ambtelijke rechtlijnigheid, vooral ook veroorzaakt door een onterecht groot vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De overheid spreekt dan vaak van algoritmes, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Eenvoudig gezegd, je voedt een systeem met informatie van een aantal bewezen fraudeurs, laat nog wat mensen aan de knoppen draaien en stopt vervolgens de gegevens van mensen erin waarvan je niet weet of ze fraudeurs zijn. En de computer mag dan aangeven of iemand een fraudeur zal zijn of niet. Verder wordt er niet nog door mensen diep gegraven om te kijken of die conclusie juist is, omdat er gewoon niet genoeg mensen beschikbaar zijn om naar zo'n groot aantal mensen te kijken. Als een bedrijf zoiets doet, dan wil het nog wel eens goed gaan, maar overheden overal ter wereld hebben een extreem slechte reputatie bij het omgaan met techniek en met name bij IT-projecten. Wees dus op je hoede waar het overheid en ICT betreft, zou ik zeggen op basis van ervaring. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot. Die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.